De jury bezoekt als eerste Miet en Griet. Hun vlag wappert na 3 duels helemaal onderaan. Goedemiddag. Dag, jij, Nick. Hallo. En hoe is de sfeer aan zee? Goed. Leuk. Het is een andere sfeer als in Kortrijk. De vlag, wat zien wij? Wat gebeurt er? We staan... Laatst. Ja, om het kreeg te zeggen. Hoe komt het? Ja, maar dat is maar een graadje. Hè? Ja, er is nog... Ja, het waren 2 duels die niet zo simpel waren. Miet en Griet staan serieus achter. Dus die gaan vandaag natuurlijk extra uit hun pijp moeten komen. En dat gaan ze ook doen, denk ik. Ze moeten wel. Hè. Ja, het is vandaag het moment van de waarheid. Hè. Nu of nooit. Om van in het begin al te zeggen, we hebben dus foto's gehangen, omdat het is heel moeilijk om altijd iemand beneden te zitten als ontvangst. Dus dan hadden we het idee om zelf de menselijke wegwijzer te zijn, met allemaal foto's. De ontvangst was leuk. Ze zijn heel vlot, hè? Ze zijn vlot. We vonden dat heel leuk, ook die inkom met die foto's. Hè. Ja. Dat vonden we fantastisch. Dat is heel origineel opgelost, van de mensen toch een... Leuk ontvangst te bieden. Ja. Regelmatig als er mensen binnenkomen en die zeggen, oh, kunnen we nog reserveren? Dan zeg ik altijd van, nee, het is vol of zo, maar je mocht wel iets drinken. En heel vaak, ja, dat wordt hier bijna heel een dag... Vind ik heel belangrijk. Aan iedereen een gevoel geven, jullie zijn welkom. En dat vond ik een leuk idee. Wauw, dat is anders, hè? Wow. Ja, hè? Wel een gezicht. Ah, het mooiste uitzicht, mannetjes. Mooi. Wat een view. Ja. Die locatie zelf is natuurlijk machtig, hè? Als je daarboven zit, waar een restaurant bestaat, dat je aan de ene kant de jacht aan ziet en aan de andere kant de zee. Allee, boys, zijn we er helemaal klaar voor? Tuurlijk, heerlijk. Ja, hè? Kom, jongens, naar. Ze vonden onze foto's alleszins al geslaagd. Huh? Ja. Okay. We hebben de voorgerechtjes veranderd. En ook het dessertje, de apparabarber, is eraf. En de ananas met witte chocolade is erbij gekomen. Op jullie menu zien we niks vegetarisch. Ja. En mijn vriendin is wel vegetarisch. Een vegetarisch voorgerechtje en een hoofdgerechtje? Ja. Dat is geen enkel probleem. Als aperitief serveert Yannick de bekende huiscocktail Meat. En een nieuwe alcoholvrije cocktail op basis van huisgemaakte iced tea en hibiscus. Allee, mannen. Scholen. Cheers. Cheers. Oh, bij me zoet, jongen. Ja. Tanden van de Rut. Deze is niet te zuipen. Dat is heel zoet. Ik ken er een feestje zoutjes smaken, maar... Bij ons aan tafel was het geen toppertje. Vonden ze hem niet lekker of had een nieuwe cocktail? Nee, die vonden die echt super zoet. Ah, nee, joh. Ja. Jammer.